Welkom bij het middagweerbericht van Weerplaza. We zien op de satellietfoto een depressiekrul boven Duitsland liggen en de bijbehorende bewolking trekt inmiddels ook over het oosten van het land. Er vallen ook een paar buien en dat is ook vanavond nog het geval, vooral in het oosten en midden van het land. Verder in de rest van het land brede opklaringen, ook een paar misbanken misschien. En verder vannacht koelt het af naar zo'n 7 tot 9 graden. Er staat nog wel een vrij stevige wind uit het noorden tot noordoosten. Daar hebben we ook morgen overdag mee te maken. Verder vallen er dan verspreid over het land een paar buien, met vooral in de middag kans op onweer. Het wordt 16 tot 19 graden en er staat een meest matige wind uit het noordoosten. Op vrijdag dan beperken de buien zich geleidelijk tot de zuidelijke helft van het land en op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Verder is het elke dag een graad of 20, maar er staat wel een stevige wind uit de oostelijke richting. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.